Na een periode van zacht weer en vooral heel erg veel regen, gaat het weer vanaf aankomend weekend omslaan. Het gaat op steeds meer plekken vriezen en we krijgen regionaal zelfs te maken met ijsdagen. De grote vraag is dan natuurlijk, kunnen we deze week de schaatsen weer uit het vet halen? Vanaf het weekend gaat de wind naar het noordoosten draaien en komt er koude lucht vanuit Scandinavië onze kant op. Ze hebben daar regionaal te maken met temperaturen tussen de min 20 en soms wel min 40. Nou ja, zo koud gaat het in Nederland niet worden, maar we gaan ook in Nederland te maken krijgen met vorst. We kunnen dus op veel plaatsen gaan schaatsen. Verschillende weilanden en grasvelden zijn inmiddels ondergelopen met water door het extreem natte weer van de afgelopen weken. En als die dichtvriezen, dan kunnen we al snel op grote schaal ijspret verwachten. Ijsbanen die speciaal geprepareerd zijn voor een koude periode, kunnen mogelijk regionaal hun deuren al openen op maandag of dinsdag. En grotere plassen of meren, die zullen nog niet direct dichtvriezen. Om veilig het ijs op te kunnen, is minstens 5 tot 8 centimeter schaatsijs nodig. En als we de huidige ijspluim erbij pakken, dan kunnen we zien dat we er zeker bij in de buurt komen, met name landinwaarts. Al zal het wel pas later in de week zijn. Het is nog wel even oppassen als je volgende week het ijs op wil gaan. De wind waait met name aan het begin van de week nog stevig. En een nadeel van wind is dat het water in de plassen dan gaat bewegen, waardoor het minder goed kan dichtgroeien. Als er echter al een dun ijslaagje ligt, dan kan deze stevige wind juist heel voordelig zijn. Het kan er namelijk voor zorgen dat de warmte boven het ijs snel kan worden afgevoerd, waardoor het ijs sneller kan aangroeien. Er kunnen hierdoor wel grote lokale verschillen optreden. Volgende week begint dus de ijspret, maar blijf wel je gezonde verstand gebruiken en begeef je alleen op veilig ijs. Veel plezier!